De gemeente Nijmegen gaat de rijwegindeling van de Graafse Weg tussen de Arend noorduinstraat en de Rozenstraat aanpassen. Op de brug over het spoor gaat het aantal rijbanen staduitwaarts terug van 2 naar 1. Zo wordt er meer ruimte gecreëerd voor fietsers en voetgangers. Het steile fietspad de hoogte van de Dobbelman wordt aangepast zodat fietsers op dezelfde hoogte als de weg komen. Staduitwaarts komt er een aparte voorsorteerstrook voor automobilisten die linksaf de burghard van de Bergstraat in willen slaan. Zo houden ze het doorgaande verkeer niet meer op. De gemeente wil zo automobilisten bewegen om voor de S100 te kiezen. De weg krijgt dan weer het karakter van een lokale weg. De plannen worden na de vierdaagse dit jaar uitgevoerd. De geschorste directeur Arid Jan Wijsters van Museum het Valkhof... heeft het kort geding tegen de Raad van Toezicht ingetrokken. De zaak zou dinsdag voorkomen. Beide partijen hebben besloten de uitkomst van twee onderzoeken af te wachten... Het bestuur van het museum is sinds eind vorig jaar in conflict. Wijsters stond niet achter het ingrijpende verbouwingsplan voor het museum en zei daarom het vertrouwen in de Raad van Toezicht op. Daarop werd hij geschorst. Het personeel bleef hem steunen en spande samen met hem de rechtszaak aan om de schorsing van Wijsters ongedaan te maken en de Raad van Toezicht zelf te schorsen. Groesbeek gaat bij wijze van proef drie maanden de verkeerslichten in het centrum uitzetten. Dit zou de doorstroom van verkeer moeten bevorderen. In december werden de stoplichten een aantal dagen uitgeschakeld. in verband met werkzaamheden aan een rotonde bij de Zevenheuvelenweg. En toen viel op dat files in het centrum verdwenen. Het plan om een test uit te voeren met het uitzetten van de verkeerslichten. wordt niet door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. De tegenstanders menen juist dat weggebruikers aangemoedigd moeten worden. om de ringweg om het centrum te gebruiken. Hun motie werd echter verworpen. Een automobilist is dinsdagmiddag aan de streekweg in Nijmegen. met zijn auto in het water beland. De brandweer heeft de slachtoffer uit zijn voertuig gered. Hoe de automobilist met zijn wagen in het water terecht kwam, is onduidelijk. Het ongeluk gebeurde rond half drie. Het slachtoffer werd gecontroleerd door de ambulancedienst.